Ik ben Yigal Krant, culinair journalist en schrijver van dit kookboek, TLV, Tel Aviv. Het is een ode aan een stad van toffe mensen, gezelligheid, maar vooral van heel lekker eten. En er is een chef en die weigert te werken met gedroogde kruiden, gedroogde specerijen. En werkt alleen maar met dit soort kruiden, vooral met zaatar, en dat is Eyal Shani. Laten we een kijkje gaan nemen in Miznon, zijn pita snackbar. Lang voordat sterrenchefs in Nederland zich bekeerden tot straatvoedsel, was er hier in Tel Aviv een chef, Eyal Shani, en die nam de pita. De pita, het broodje van de staat, het broodje van falafel, van shawarma, waar met een beetje dead damn naar werd gekeken. En hij dacht, ik ga naar een hoger plan tillen, ik ga het rehabiliteren. En hij heeft het gevuld met de gerechten uit zijn restaurant. De pita is klaar. Tot daar. En dit soort pita's maakt hij. Dit is met kebab, maar hij heeft ook met entrecote of met levertjes. Super lekker en in een pita. En iedereen wil dit eten in Tel Aviv. Bethea Bon, eet smakelijk. En wat nou zo leuk is aan Miznon. Miznon betekent gewoon snackbar. Niet pita boutique of pita atelier. Er komt uit de pompjes hier geen truffel mayonaise, maar gewoon good old tagina. Het is gewoon een beetje shabby zoals het hoort in een snackbar. Maar het eten is waanzinnig. Waanzinnig, maar zonder capsules.